Oké, beste luisteraars en bezoekers. Het is nu na 5 en we zijn nog steeds bezig. We zitten nu in een heel interessante fase waarin Langendoorn echt de meest bizarre dingen vertelt over de rol van Hans Holthuis, voormalig hoofdofficier van het Landelijk Parket in het Rolodex-onderzoek en de zaak Bijbelsin. Holthuis is een van de 3 hoofdofficieren die in het Rolodex-onderzoek zijn onderzocht als misbruikers van minderjarige kinderen. Daar later meer over. Wat ik nu even wil vertellen is ook iets heel bizars en iets heel interessants, maar ook iets heel alarmerends. Het gaat er namelijk over in het kielzog van de moord op Fred de Brouwer van vorige week. Komt dus nu aan het licht. Ja, dit was eigenlijk voor een groot deel was bekend, maar nu is het nog een keer onder ede verklaard door Klaas Langendoorn. Is dus dat de Turkse journalist Kazmali, die eigenlijk geldt als de aanjager van het hele Bijbelsin-Demmink-verhaal. Wat eigenlijk in 2007 is gaan lopen in Nederland. Als mede de 2 door Demmink misbruikte Turkse jongetjes Mostafa en Osman. Osman, dat die alle 3 dus zwaar zijn bedreigd, in elkaar geslagen, mishandeld. Bekend is dus dat van Osman zijn tong is ingesneden, dat er een ijzeren pin in zijn been is geslagen. Dit werd notabene ook nog in een brief en een persbericht van de NVJ, de Nederlandse journalisten, werd er aandacht voor gevraagd. De brief was toen gericht aan de Nederlandse ambassadeur in Turkije. En van de Turkse ambassade in Nederland, nou goed, een van beide. Kaksi heeft dus die brief geproduceerd. Dat was natuurlijk wel weer erg goed van hem. Dus dit is echt verbijsterend. En ik noemde dus net de namen van Fred de Brouwer. Maar wat we nu dus eigenlijk zien is een patroon waarin dus eigenlijk iedereen, alle journalisten die dus tegen Demmink in het geweer zijn gekomen, dat die gewoon zwaar zijn geïntimideerd en zijn vermoord in het geval van Fred de Brouwer. Hebben we dus over die Kazmali, waarvan vaststaat dat hij is zwaar is bedreigd en in elkaar geslagen is. Fred de Brouwer vermoord. Henk Krol dus zwaar geïntimideerd. Sinan Kan, dus minister van Zembla, doodsbedreigingen. En ook ikzelf, Micha Katz. Kijk, en hier is dus zo'n alarmerend patroon zichtbaar. Dat is niet meer te ontkennen, niet meer te negeren. Demmink laat stelselmatig journalisten intimideren en zelf vermoorden. Maar het wordt nu nog erger, want wat is ook aan het licht gekomen? Dat dus een bepaald Turkse Demmink-squad, dat is dus de Aslan-squad, die dus optrad voor Demmink in Turkije. Dat was dus degene die dus die ijzeren pin in het been heeft geslagen van dat misbruikte jongetje en die journalisten heeft bedreigd en geïntimideerd. Dat die dus hebben gezegd, ook tegen die Turkse journalist, dat ze moesten ophouden met het onderzoek naar Demmink. En dat ze dus moesten stopzetten al een onderzoek en afstand nemen van de Nederlandse advocaten. En dat ze contact moesten opnemen, het bevestigen met het ministerie van Justitie in Nederland. En de naam werd genoemd van Kortman. Dat is Wilfred Kortman. Die zijn we eerder tegengekomen. Dat was een voorlichter destijds van het ministerie. En een vriendje, een homo-vriendje van Demmink. En hiermee is de cirkel dus rond. Dat eigenlijk het ministerie van Justitie aangetoond. Eigenlijk, net kwam de politie even binnenvallen. Ik denk, ze gaan mij nu arresteren. Echt niet normaal, maar goed, de deur ging weer dicht. Dat is het ministerie van Justitie. In opdracht van Demmink, journalisten intimideert, vermoord, dat staat nu eigenlijk wel vast. Tot zover. Dit is Micha Katz, signing off for kloksenonline.is, vanuit de perskamer op de Utrechtse rechtbank.